Kom, blijf, hè. Zo. Kunnen we dat hier, ja. Nee, daar niet, nee, daar niet. Niet meer. Hoeveel punten nog? Nu zijn we er niet veel van, want de plotselijke favoriet rijdt niet mee, hè. Nog twee, nog twee. Wat een hele groep nog, joh. Zijn dat we hier verder, of wat? Zijn we in pracht? En voorgaande passage van 130 seconden. Zijn er 19 minuten. Nog 4 minuten. Van de steeds over 3 rijders, maar 1 man die komt opzetten. De voorsprong is opnieuw gehalveerd. We komen op 3 ronden van het einde. We hadden nog 14 seconden bij de voorgaande passage met Patrick Bogaardson aan het commando voor Bruno Brabants en Dirk Verbinnen. Dan krijgen we het peloton, dat is op 7 seconden. Nog 3
ronde. Drie ronden en een achterstand van 7 seconden. Nog drie ronden, jongens. Einde van de 8e ronde. En we hebben een R-groep hier. Nog twee ronden. We hebben een R-groep hier. Alles bij elkaar. Nog twee ronden. We krijgen hier Prins aan rechter en Mark de Kop. De 8e ronde in 8.50. Nog twee ronden, jongens. Aan Cor Beukhoor. Nog twee ronden. En we hebben alles bij elkaar. De laatste ronde met Mark Schutemans. De laatste ronde. We krijgen hier een wedstrijd, op een gegeven moment met z'n drieën vooraan. Met z'n drieën, ik ben er één gedaan, er zijn iemand weggevallen, en dan toch nog een herfde twee. Ja, inderdaad, er stond op een gegeven moment 30 seconden voorsprong, we zeggen dat ze zijn weg, maar dan toch niet, terug naar 17 seconden, en de ronde daarna terug herfde twee. Ja, inderdaad, ik heb gezien op een bepaald moment dat we weg waren. Maar we moeten ze heel erg schrijven, want we draaiden goed rond en toch waren ze opeens na. Dus. De veelste overwinning? De zesde. Juffrouw, aan u de eer. En dan gaan we er een rolling bij halen. De overwinnaar in onze D-categorie en onze wereldkampioen binnen het ICF. Goed, proficiat, lukt de veelste overwinning? 19. De 19e. Voilà, juffrouw. Dan Ludo, dat wil zo'n winning. De power. Om voor hem te winnen van de juffrouw in de tussentijd. Ja, kom er maar bij staan. Ik kom er bij de lopen staan. Juffrouw zit er tussen nog naast. Nog kiezen. Ofwel nemen de wereldkampioen of kampioen van België of ja, tussen. Voilà. Nou, gaat dit eentje zien. Nog een paar jaartjes gedoe en dan komen ze gewoon op te zetten. Geef ze een applaus, dames en heren. Dirk Verbinnen, Luc van Rooij en Ludo de Bakker.